Duncan, goedemiddag. Goedemiddag. Waar zijn we? In de picknick? In picknick Middelburg. Net geopend. 2 maandjes open ondertussen. Ja, en het is een enorme ruimte. Ja. Het is eigenlijk veel kaler dan ik dacht. Jullie hebben vooral heel veel ruimte om op te slaan en weg te rijden. Klopt. En het is ook op de groei. Dus langzaam maar zeker. Dan komen er meer autootjes bij. Meer vracht moeten we kwijt kunnen. Dat kunnen we hier allemaal netjes binnen kwijt. En wie ben jij? Want Duncan, je bent wel een Middelburger. Maar Duncan, noem eens. Ja, ik ben 23 jaar. Ik heb heel lang eigenlijk in de horeca gewerkt met heel veel passie. Maar ik was de lange werkdagen een beetje zat. Dus zo zijn we bij Picknick begonnen, compleet nieuw avontuur, compleet iets anders. Doen we met veel enthousiasme en ik neem mijn Zeeuwse kennis mee om dit bedrijf te laten groeien hier. Ja, want jij bent dan de hub manager, of hoe noem ik jou dan? Ja, hub lead noemen we de hub lead. Internationaal bedrijf natuurlijk ondertussen. Dus ik regel alles operationeel, zorg dat we de groei kunnen waarborgen, dat we genoeg capaciteit hebben om alle klanten tevreden te stellen. Ja, want Picknick, het is nog, voor Zeeuw is het nog een relatief nieuwe naam, voor mij eerlijk gezegd ook. Maar jullie zijn nu een jaar of 10 aan de weg om timmeren? 7 jaar om precies te zijn. Ja. 7 jaar geleden zijn we ergens in het midden van het land begonnen en nu breiden we zo steeds verder uit. Ja, nou en ik zie daar al, kijk, want je komt nu naar Middelburg, maar je rijdt ook op Vlissingen en zo. Dus hoeveel wagentjes hebben jullie al? We hebben er nu 12. Als het nodig is, hebben we een centrale opslag. Dus hebben we morgen nog een wagentje erbij. Dus eigenlijk, als de klanten willen bestellen, kunnen we het altijd aan. We laten ze wel altijd even een aantal dagen wachten. Want dan kunnen wij de capaciteit voorbereiden. Zodat zodra ze van onze wachtlijst af zijn, ze ook echt gelijk kunnen bestellen. En we de winkel niet meer hoeven dicht te gooien. En ze dus continu kunnen blijven bestellen. Ja, precies. Ja, ja want dat ja. is. Want er zijn natuurlijk wel steeds meer supers gaan werken met bezorgen, thuisbezorgen. Klopt. Maar jullie hebben natuurlijk helemaal geen fysieke winkels. Dus jullie model is helemaal anders. Jullie rijden ook alleen maar met elektrische wagentjes. Klopt, ja. Dus wij werken ook. De klant bestelt bij ons voor 10 uur 's avonds. Dan wordt dat op een centraal punt in het land worden de bestellingen gepikt. Dat komt dan met de vrachtwagen onze kant op. En vanaf hier doen wij dat dus weer elektrisch verdelen. Hierdoor hebben we dus ook minder beest. Want we hebben niet allemaal locaties met voorraad staan. Maar gewoon een aantal centrale punten. En vanaf hier doen we natuurlijk weer heel groen verdelen met elektrische autootjes. Ja, ja, nou ja, en dat is een goed verhaal wat jullie vertellen. Maar wat iedereen natuurlijk ook wil weten is van. Hoe verhouden jullie zich tot de anderen? Want je kan overal bestellen bij wijze van spreken. Maar waarom zou ik als klant kiezen voor Picknick? We werken met hele korte tijdsvakken. Dus je bestelt eerst op een tijdsvak van een uur. Dat wordt, 's ochtends krijg je een melding van de 20 minuten. 99% van de tijd zijn we er ook in die 20 minuten. Mocht dat nou een keer een brug die open staat, helaas kunnen we dat niet voorkomen. Dan krijg je ook netjes een sms'je. Is de klant dan toch niet thuis, dan bezorgen we het later na. Is er iets missen met de bestelling, kan je zelf kiezen, wil ik mijn geld terug, wil ik het de volgende keer in mijn mandje hebben. Je kan statiegeld voor alle winkels meegeven, Nespresso cups, batterijen. We bieden echt heel veel extra's aan voor de klant. En we winnen het ook gewoon echt op onze klantenservice. Er kan altijd iets misgaan, maar het wordt echt heel goed opgelost en ook heel snel. Maar jullie hebben misschien wel een beperkte assortiment of jullie hebben hogere bezorgkosten? Bezorgkosten helemaal niet. Het is gratis. €35 is het minimumbedrag. Dan is het altijd gratis om te bezorgen. We hebben een iets selecter assortiment. Dus van plaats dat we 6 A-merken en 4 huismerken hebben, zullen we er ietsjes minder hebben. Maar we bieden daar wel weer kwaliteit in aan en voldoende keuzes. Dus ook in prijsklasses van een huismerk tot het A-merk. Alleen een iets beperkte assortiment. Maar jullie zijn niet veel duurder of zo dan Jumbo of Albert? We zijn zelfs de goedkoopste online supermarkt is getest. En we hebben ook laatst de prijs gewonnen dit jaar dat we de meest servicegerichte online supermarkt zijn. Nou oké, je zegt het redelijk oprecht, dus volgens mij meen je het nog ook. Ik geloof je op je woord. Maar je hebt nu wel al 20 mensen zo'n beetje in dienst, zei je? Klopt. Maar ik zie best wel wat van die wagentjes nu stilstaan. Moeten die dan niet allemaal nu op pad zijn? Wij bezorgen op dit moment nog niet 's ochtends, dus alleen 's middags. Dus om 2 uur komen de eerste bezorgers binnen en die zijn dan tot 10 uur 's avonds allemaal druk aan het bezorgen. Oké. Jij beslist geen moeite om personeel te vinden, dat gaat heel goed. Nee, wij zorgen ook echt heel goed voor het personeel. Ja. We doen heel veel secundaire arbeidsvoorwaarden. Ik heb hier een hele entertainmentruimte voor hun gemaakt. We zorgen dat de kantine altijd goed gevuld is. Ze kunnen hun eigen rooster bepalen. En het is redelijk relaxed werk. Hè? Ja. Je zei ook eerlijk van, natuurlijk, je hebt horecabedrijven waar je meer verdient. Maar het staat wel tegenover. Je zit in een relaxed wagentje met de Bluetooth, radio, alles. Alle gemakken voorzien. Ja, en je bent toch baas over je eigen wagentje. Ja. Ja, maar zo is het wel natuurlijk. Dus
Het is tot nu toe een geliefde, geliefde werkgever. Ja, mijn collega's die hier nu allemaal werken, die zijn ook echt heel blij om het te doen. En die zeggen ook, nou, voorlopig gaan wij nog niet weg hier. Picnic is live. En een ideeënbus. Jullie hebben ook nog een open dag. Ja, klopt. Op 19 juni gaan we de deuren openstellen. Heel veel mensen uit de omgeving vragen nou ook, god, wat doen jullie nou? Hoe werken jullie nou? Dus we gaan echt een open dag organiseren. Komen er activiteiten voor jongs en oud, van memory tot een springkussen. We gaan ook voor de mensen die het willen een rondje met hun rijden in onze autootjes. Okay. Zodat ze het zelf allemaal kunnen ervaren. En hun gaan ook allemaal een rondleiding krijgen van, goh, hoe werkt dit nou? En dat is 19 juni van 10 tot? Van 11 tot 2. Oké, dus heel... En moeten mensen daarvoor inschrijven of kunnen ze gewoon... Ja, ze kunnen inschrijven, dat hebben we het liefst. Want dan weten we natuurlijk goh, hoeveel mensen komen er. Mochten ze nou op 19 juni toch pas bedenken, we gaan komen, zijn ze uiteraard van harte welkom. Oké, duidelijk verhaal, dankjewel.